Eindelijk is het zover. Liverpool is kampioen van Engeland. Voor het eerst sinds 1990 zijn de Reds de baas van het land. Wij als VI kunnen daar natuurlijk niet omheen en daarom hebben we een bijzondere special gemaakt. We hebben met Virgil van Dijk gesproken. We hebben met Jorginho Wijnaldum gesproken. We zijn in het meeste op van klop gedoken. We hebben een tactische analyse gemaakt van het super trio voorin. Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane. Liverpool is de net zo bekende groep als de Beatles. Hij beleefde de hoogtepunten van dit seizoen. En leer de Nederlandse gezichten van het succes nog beter kennen. Welkom bij Alle Ballen op Bas. Dit mag je dit weekend echt niet missen. Bas, terug van weg geweest. De rubriek Alle Ballen op Bas. Daar zit je al wel lekker voor de televisie. Maar wat moeten de mensen thuis dit weekend hoe dan ook gaan kijken? Ja, ik vreug me echt op dit weekend. Qua voetbal. Onder meer vanwege de laatste speelronde in de Bundesliga. Uh, zaterdagmiddag hè. Bayer Leverkusen vecht voor zijn laatste kans om, uh, om Champions League uh, te halen. En de situatie is als volgt, uh, Gladbach heeft een voorsprong van twee punten en een veel betere doelstelder. Dus voor Bos moet Hertha winnen uh, in München-Gladbach. En Leverkusen moet dan zelf thuis natuurlijk uh, Mainz uh, verslaan. En voor Bos zou het toch wel ontzettend zonde zijn. Lange tijd zag het er nog naar uit dat ze wel Champions League zouden halen uit door een inhaalrace. Uh, en ik, ik heb eigenlijk het idee dat voor Leverkusen... De competitie net drie speelrondes te lang duurt. Uh, vanwege de coronabreek... natuurlijk veel wedstrijden kort op elkaar gepropt hè, de laatste weken. Leverkusen, de selectie, is eigenlijk net te dun. Ze hebben net te weinig bepalende spelers. Um, hadden ze brand er nog bij gehad, hè, die naar Dortmund is vertrokken... dan uh, was ook niet alle druk op de schouders van uh, Kai Havertz gekomen. En dan had ik Leverkusen wel uh, zien redden. Um, ik denk wel dat het voor Bos... Het is wel een aardige tegenvaller, want het is een jonge selectie die juist kan groeien in de Champions League. Um, Havertz, Champions League voetbal was voor Havertz natuurlijk ook een extra reden geweest uh, om nog langer te blijven. En ja, hij zei onlangs, uh, heeft hij laten doorschemeren, dat hij uh, nog best een seizoen wil blijven. Maar dat hij dan wel deze zomer duidelijkheid wil over zijn toekomst. Nou, lijkt me dat een best goed scenario ook uh, voor Leverkusen. Ik denk dat voor veel Europese topclubs... Lastig is deze zomer vanwege de coronacrisis ook om aan de vraagprijzen te voldoen. Dus ja, Bos mag wel hopen dat hij nog een seizoen langer over zijn pareltje kan beschikken. En Leverkusen heeft wel de potentie om volgend seizoen echt door te groeien uh, ja, naar, naar de Duitse top. Hè? Uh, een plek bij de top 4. Met DRB, die zich uh, ontzettend goed uh, ontwikkelt. Tapsoba achterin. Palacios. Nou ja, neem niet weg dat het wel erg zuur zou zijn als het Champions League voetbal dit seizoen uh, misgelopen wordt. Ja, het Bos loopt waarschijnlijk het Champions League voetbal mis. München-Kladbach is bezig aan een heel bijzonder seizoen. Ja. Daar kijk je ook naar uit. Welke spelers moeten we daar in de gaten houden, Bas? Ja, ik vind Toeram een hele bijzondere speler. Heel sterke, atletische, maar ook slimme aanvaller. Die, uh... Bij Kladbach is het heel bijzonder eigenlijk, uh, de afstemming tussen de spitsen voorin. Player en Toeram voelen elkaar feilloos aan. Lars Tiendel, ontzettend slimme speler die er vaak nog achter speelt. Echt een uh, ja, meester van de steekpaas. Je ziet er niet direct aan, hem, maar wel een heel verfijnde uh, speler. En bij München zou het, het zou ook een schitterende beloning eigenlijk zijn. Want Klappbach is dit seizoen wel een van de leukste uh, ploegen in de Bundesliga geweest. Uh, Marco Roos is daar natuurlijk de nieuwe trainer. Die, die, die had er eerder al successen gehad. Stond bekend om, uh, om een aanvallende speelstijl, om een goede filosofie. Uh, alleen ik denk dat we weinigen hadden verwacht dat het zo snel zo goed zou gaan. Daar. En uh, ja, een Champ League Ticket. Uh, ja, zou dan eigenlijk wel de verdiende beloning zijn. Eigenlijk zou je vijf Champions League-tickets uh, moeten kunnen uitdelen in Duitsland. En een tip voor de kijker, want bij BSC moet je Koenja in de gaten houden. Ja, Koenja is een geweldige speler. Een beetje laks, af en toe zie je hem een half uurtje niet. Maar uh, ja, een echte Braziliaan, super begaafd, heel technisch. Uh, op een goede dag maakt hij de meest schitterende goals. Uh, vorige week nog uh, tegen Leverkusen, schot in de kruising. Een jaar eerder namens Leipzig nog. Op bezoek bij Leverkusen. Geweldige goal, werd toen genomineerd voor de Poeskas Award. Dus ja, ik denk dat Bos een beetje hoopt op, op een bevlieging van Cunha zaterdagmiddag. Ja, dan gaan we snel naar La Liga? Want Frenkie speelt niet vanwege aan blessure, maar Busquets ja. ontbreekt ook. Hè? Een schorsing, wel of geen bewustie, Bas. Ja, daar ging het natuurlijk over hè, omdat de topper tegen Atletico staat voor de deur voor Barcelona. Volgende week dinsdag om 10 om uur s avonds. Maar eerst gaan ze nog op bezoek bij Celta de Vigo. En Celta de Vigo is toen niet te onderschatten hoor. En ik ben wel benieuwd hoe Barcelona zich gaat houden. Want inderdaad zonder uh, Frenkie en Busquets. De twee middenvelders die dit seizoen de meeste uh, speelminuten hebben gemaakt voor Barcelona en La Liga. Um, ja, het wordt wel een probleem. Ik, 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 ik denk dat hij op een middenveld gaat kiezen voor uh, Ricky Puig. Die, uh, die geweldig inviel. Um, ik denk met Rakitic en met uh, Vidal. Dan heb je een beetje body... Uh, is Poets de, de spelmaker en ik denk Raketits met de uh, punt naar achter. Hij heeft dat wel eens eerder gedaan bij Barcelona, uh, als Busquets er niet was. Uh, Rakitic heeft wel de intelligentie uh, voor die rol. Alleen ja, alle ogen zijn weer gericht op, uh, op Lionel Messi. Hè. Luis Suarez is niet zichzelf. Uh, ja, natuurlijk een zware tijd gehad, hè. geopereerd. Uh, ook redelijk fit, maar ja, nog lang niet uh, op zijn topniveau. Zeker in de afwerking nog, mist hij net die een paar procent in handelingssnelheid, ja, dan kom je toch wel echt te kort uh, in de Spaanse top. Zeker omdat Real uh, natuurlijk weinig laat liggen. Nou, Griezmann, ja, het begint bijna pijnlijk te worden. Uh, het zou helemaal niet onlogisch zijn als uh, Sechen van uh, Ansu Fatih uh, vanaf het begin kiest. Ik zou eerlijk gezegd van aanval gaan met uh, Suarez, Messi en uh, Fatih op dit moment. Fati heeft wel die diepgang, die snelheid, die je nu echt in het Barcelona-spel mist. Met die diepgang kan Fati ook weer ruimte creëren. Voor Messi, die achterste lijn naar achteren dringen, ruimte tussen de linies. Dat heeft Messi graag. En dat mis je nu bij Barcelona, de verrassing is uit het spel. Bijna iedereen komt in de bal. Messi moet vaak vanuit stilstand iets creëren. Je had er deze week een artikel op ja. over op VI.nl dat het moeizaam liep. Kun je ook uitleggen waarom het moeizaam loopt bij Messi? Eigenlijk komt omdat Messi twee, drie rollen tegelijkertijd uh, moet vervullen. Hij is de bepalende man in de, in de eindfase. Hij, uh, hij moet voor de goals en de assists zorgen. Maar hij moet vanaf middenveld ook al voor de creativiteit zorgen. Hij heeft uh, sinds de coronabreak gemiddeld veel meer balcontacten uh, dan voor de coronabreak. Hij, uh, hij creëert meer kansen. Hij heeft meer dribbles. Dus ja, je merkt wel dat hij ook echt aanvoelt dat hij op moet staan. Hè, dat hij die verantwoordelijkheid pakt. En dan, ja, ze missen Messi dan wel vaak in de gevarenzone. Hij kan niet op drie plekken tegelijk zijn. En, uh, hij schiet minder, hij schiet minder zuiver, hij krijgt minder goede kansen. Ja, als, uh, als Griesman en Suarez dan uh, falen in de afronding, dan is natuurlijk wel een serieus uh, probleem. Tegen Celta, Celta is een gevaarlijke tegenstander. Want Celta, ja, ik vind, als je de selectie van Celta bekijkt, is het eigenlijk wonderbaarlijk dat ze maar uh, vlak boven de degradatiezone staan. Echt geweldige spelers met Rafinha, die we natuurlijk nog kennen van Barcelona. Denis Suarez ook. En hier heb je ook een tip voor de kijker: Want Nolito, een opvallende speler, maar ook een opvallend verhaal. Ja, een noodtransfer. Zoals Barcelona Martin weet heeft gehaald, omdat Den Bele raakte. In Spanje heb je een hele rare regel: als een speler heel zwaar geblesseerd raakt, en je kunt door middel van een onafhankelijke arts aantonen dat je die speler een bepaalde tijd moet missen. Dan kun je nog een noodtransfer doen. Die speler moet dan uit Spanje komen. En dan kun je hem alsnog inschrijven voor de Spaanse competitie. Bij Celta de Vigo raakte keeper geblesseerd, Sergio Alvarez. En ze dachten: van ja, we strijden tegen degradatie. We kunnen nog wel het scorend vermogen gebruiken. Laten we oude bekende Nolito oppikken bij Sevilla. Nou, die maakte vorig weekend direct als een rentrée. Scoorde ook bij de 6-0-overwinning. Ja, een 6-0-overwinning voor een degradatiekandidaat zegt natuurlijk al iets. Hè. Als het bij Celta draait. Hebben ze echt een gevaarlijke ploeg? Met Iago Aspas, met Nolito, Santi Mina. Bijna allemaal jongens met een verleden bij een topclub. En ja, ik vind dit wel echt een gevaarlijke tegenstander voor Barcelona. En je, je vroeg, uh, was het een bewustzijn van Busquets? Ja, ik, ik kan me voorstellen dat hij tegen Atletico natuurlijk heel graag bij is. Maar laten we Celta niet uh, onderschatten. Nee, dan gaan we naar Real Madrid. En de grote vraag is: gaan die de titel nog voor spelen, Bas? Nee, ik denk het niet omdat uh, ze hebben een vrij makkelijk programma Het gaat er nu eigenlijk om dat Sidaan zijn groep fit houdt. En telkens de juiste balans vindt uh, bij het roleren. Dus krachten sparen als het kan. Alleen tegelijkertijd de tekenst dan niet uh, onderschatten. En tot nu toe ja, voelt Sidaan dat eigenlijk altijd uh, feilloos aan. En uh, ja, het roleren werkt perfect. Hè. Uh, dan weer eens Benzma belangrijk. Dan Hazard, dan Venetius. Ik, ik verwacht zondag uh, dat we Asensio gaan zien. Die, uh, bleef in de midweek natuurlijk een lange tijd aan de kant. Nu op zoek bij Espanol, zijn oude club, werd verhuurd in zijn eerste seizoen bij Real Madrid. Aan Espanol was daar al een van de grote smaakmakers. En ik denk dat Real Madrid veel te veel kwaliteit heeft voor dit Espanol. Espanol is de hekkensluiter geworden. We hebben eigenlijk al het hele seizoen grote problemen. Op een gegeven moment leek het na de windstop even beter te gaan met Raoul de Thomas die zoals spits erbij hadden. En die is gebaseerd geraakt, dus nee, ik, ik zie voor Espanyol weinig hoop op een stunt. Ja, en als we dan kijken naar de voorroede van Real Madrid, wat is volgens jou de beste voorroede? Want zie daar ja, nogal wat keuze. Dat is wel lastig, ze hebben eigenlijk iets te veel linksbuiters in de selectie. Hè? Want uh, ja, Vinicius speelt dusdanig goed, dat als het even kan en hij nu hoeft niet gespaard te worden, dan hoort hij te spelen. Uh, maar goed, hetzelfde geldt eigenlijk uh, voor Hazard. En allebei zijn ze op hun best vanaf links. Hè? Hazard speelde midweeks al, uh, al iets, uh, iets meer centraal. Rechts buitenpositie is wel een probleem. Asensio wordt rustig gebracht uh, na bijna een jaar aan de kant hebben gestaan. Ik, ik denk dat Asensio vanaf rechts, daar zou ik mee spelen. Ik zou met Hazard vanaf links uh, uh, spelen. Vinicius, ja, moet toch... hij is nu goed in vorm, maar bij Vinicius kan het altijd ook heel snel verdwijnen. Hè? Hij is uh, heel grillig. Um, en Zidane houdt van een 4 3 op zijn. dus ik zou met Casemiro... Uh, met de punten achter spelen. Modrics uh, linksmid, voor verder rechtsmid. Uh, Asensio en Hazard op de flanken. En uh, Benzema aan de aanval. Tot slot, Bas, de FA Cup. Uh, naar welke wedstrijd kijk jij het meest uit? Om te hebben: Norwich tegen Manchester United, Leicester City tegen Chelsea, Sheffield United tegen Arsenal en Newcastle United tegen Manchester City. Ja, ik moet zeggen, het zijn allemaal leuke affiches. Ook omdat je bij iedere affiche... Lontwijk een stunt, hè? Newcastle is bijvoorbeeld uh, ja, uitstekend uh, begonnen, eigenlijk, uh, na de herstart uh, van de Premier League. Aston Villa wel een kleine tegenvaller, maar het ook best veelbelovend met uh, Sam Maximin, die uh, ja, soms echt onhoudbaar is. Maar ik, ik kijk eigenlijk meestal uit naar Leicester City tegen uh, Chelsea. Uh, Leicester City, ik maak me een beetje zorgen om Leicester City. Ik vond Leicester City in de eerste seizoen zelfs een van de leukste ploegen in de Europese top. Uh, ze verdienen natuurlijk ook een plek in de Premier League top. Er werd nog even gesproken van kunnen ze misschien wel meedoen om de titel. Nou, dat bleek wel te hoog gegrepen. En ik vrees ook zeg dat ze buiten de top 4 gaan vallen. Uh, de laatste weken voor de corona break hadden ze al uh, de nodige problemen. En Leicester is een beetje het slachtoffer geworden in mijn ogen dat, dat ze nu ook de status hebben van de topploeg. Uh, veel tegenstanders zakken voor het in tegen Leicester. Leicester is de nummer 3 uh, van de Premier League. Nou, dan heb je een goede reden om in te zakken als tegenstander. Terwijl Leicester juist gebaat is eigenlijk bij ruimte, hè, met Jamie Vardy die dan gelanceerd uh, kan worden. En ja, Leicester heeft toch wel moeite als een tegenstander uh, defensief speelt om, ja, om dan in die kleine ruimtes uh, de openingen te vinden. Daarom wordt die wedstrijd tegen Chelsea denk ik zo leuk, omdat Chelsea wel een ploeg is uh, die overal en altijd wil voetballen. Dus ik verwacht eigenlijk een heel uh, open wedstrijd met, uh, met ruimte voor Vardy met uh, Madison die dan uh, ja, op zijn best is hè, als hij Vardy kan uh, bedienen. En ja, Chelsea dat natuurlijk een van de meest vermakelijke ploegen is op dit moment, zeker in Engeland. En dan kregen we Ziyech en Timo Werner dan nog bij. Dankjewel Bas, tot volgende week. Heel erg bedankt. Hey, en vergeet niet te abonneren op het YouTube kanaal van de VI. Hè? Liken!